Hey, het is wat hè, die coronacrisis of die COVID-19. Bedoel, want corona, dat is nog, dat link ik nog met gezelligheid en feest en lekker bier. Ik heb vrijdag nog een coronaatje besteld bij de pubquiz. Zo. Maar het is wat. Dat gewoon alles wat niet essentieel is voor de volksgezondheid, dat het gewoon dicht gaat. Moet gewoon, hè? Ik vind dat wel, ja. Ik denk dat het goed is. Ik denk dat we beter nu even nu te voorzichtig kunnen zijn dan dat we het zo laks houden en dan met de gebakken peren zitten. Hey, heb ik nog? Nee, ik heb geen peer. Ik heb wel banaan en kiwi en sinaasappel en pruim. Maar geen peer. Dus ik kan ook geen peren bakken. Hey, nou, het is. Het is 7 over 11. Maar weet je wat je ook hebt met de crisis? Ik zeg even. Allemaal gekke kettingreacties, zeg maar. Leg uit, Koen, leg uit. Ja, komt. Als jullie misschien weten, was het plan voor vandaag. Nee. Ik moet het anders vertellen. Ik was zo'n 2 weken, 2,5 week geleden in contact gekomen met iemand. Je moet wel onthouden, hè? Maar daar was ik in contact gekomen met iemand en die zei van, goh, hey, wat ben je aan het? Zij was toen bezig met eten maken, dus zij was van, nou, dat is wel lastig. Ik zei, wat ben je aan het eten maken dan? Ja, ik ben pannenkoek aan het maken. En sindsdien was er een zaadje in mijn hoofd geplant van, oh, pannenkoeken, lekker. Ik heb wel zin in pannenkoeken. En ik had dan specifiek zin in spekpannenkoeken. Dus ja, dat zat al een hele tijd in mijn hoofd te broeien. En ik had vrijdag had ik pannenkoekenmix, kaas en ontbijtspek gekocht. Van nou, ik ga pannenkoeken eten. En ik had al wel afgesproken met de vriendinnetje van goh, wij gaan wandelen. Of ja, zullen we gaan wandelen? Nou, dat is leuk. Dus van, hey, heb je zin om naar het wandelen pannenkoeken te eten? Ja, oké. Ik zei, nee, maar ik heb alles in huis, dus het komt goed. Oké, nou leuk. Maar die lieve meid die belde dus vanmiddag. Van, hey, hoi, ik wil nog wel wandelen, maar mijn zoontje die is niet helemaal lekker. En ik dacht, oh, corona. Maar vast niet. Of misschien wel, ik weet niet. Maar van, ja, dus. We gaan lekker met z'n tweetjes wandelen. Prima is natuurlijk. En dan komen die pannenkoeken wel een andere keer. Dus dat is wel prima. Ik wou nog steeds pannenkoeken. En ik kan ze nog steeds niet bakken met één hand. Ik heb het geprobeerd. Nee, maar dat ging niet hoor. Ik was hulp nodig. Ik had er hulp bij nodig. Dus toen. Ja, plan B en plan C, gelijk maar lijntjes uitgegooid van hey, hallo. En een van die lijntjes was dus die dame die ik had leren kennen 2,5 week geleden. En die woont in Hogeveen, Hogeveen. Nou ja, die woont daar. Dus toen een beetje van ja, wat ga jij eten? Of heb je zin in pannenkoeken? En heb jij melk? Heb jij. Eieren, ja, heb ik. Oké, nou, dus ik hoef alleen maar de mix en de. Ik had de mix mee en ik had ontbijtspek en ik had kaas mee en ik had krentjes mee. Hey, stoute poes. Dus ik naar Hogeveen en naar haar toe lopen en van. Ja, ze was laatst, ze had kort geslapen, dus. Ze was wel moe en ik zei, geef niet, ik kom alleen maar pannenkoek met je eten, niks, geen.
It's not a date. Het is gewoon alleen pannenkoeketten. Dus toen was het op een gegeven moment van, hey, hoe laat is het? Oh, het is al 9:15. Oh. Nou, dan wordt het wel even tijd om terug te gaan. En toen zat ik, er gaat eigenlijk 2 keer per uur gaat er een trein van Hogeveen naar Assen. Want ik heb gips, hè, dus ik kan niet auto rijden niet. Dus ik was met de fiets naar het station gegaan en met de trein van Assen naar Hogeveen en dan kwam ik met de trein terug, wilde ik. Maar die gaat elke 30 minuten en hij was net geweest blijkbaar, dus ik moest 25 minuten op het station zitten van... Het was erg rustig, ik weet niet hoe druk het normaal is hoor, op zondagavond in de trein van hoog richting ja, Zwolle of Meppel. Meppel naar Groningen, maar er zaten denk ik 10 mensen in de trein of zo. Dus ik ben net terug, ja. En wat wel heel gaaf is, batterij bijna leeg opladen. Ja, maar hoe vol ben jij? Ik zit op 193% van bewegingsdoel. Dus dat is wel hele dikke mooi. Dikke mooi! Dus ik ga hem gelijk op de oplader gooien. Als die GPS-gegevens moet delen, wat hij gisteren een paar keer moest doen met wandelen en met fietsen. En vandaag ook weer met fietsen en wandelen. Dan gaat de batterij wel hard. Maar dat is ook wel logisch. Dus die gaat lekker op de lader. Hallo. En dan ga ik, denk ik, even zondag met Loeibach terugkijken. En dan dus dat. Dus, ja. En dan morgenochtend. Ik zag mezelf niet meer. Morgenochtend. Hey poesjes. Ja, mijn tiener naar morgenochtend. Morgenochtend. Morgenochtend hebben we onze eerste afspraak. Ik ga zeggen. Dus 8:50. Zijn we 8:50 en 9:30 en ik om 9:10. Dus ik ga lekker zo chillen en slapen. Dus ik wens jou een fijne... Hey, kst! Die heeft Simon niet voor jou gebakken aan, hè? Sorry hoor. Dus ik ga chillen en slapen. Dus doei, het is dat.